Dit is Den Haag in 60 seconden. Het aantal straatroven en overvallen in de regio Haaglanden is dit jaar opnieuw gedaald. Ook het aantal woninginbraken is fors afgenomen. Blijkt uit cijfers op de site hoeveiligismijnwijk.nl. De site registreert de aangiftecijfers in onder meer Den Haag. Drie Chinese restaurants hebben flinke boetes gekregen omdat ze illegale werknemers in dienst hadden. In totaal vonden inspecteurs 6 Chinezen zonder werkvergunning. Voor iedere illegale werknemer moet 12.000 euro boete betaald worden. De gemeente Den Haag en het Rijk gaan nauw samenwerken om leegkomende ministeries weer vol te krijgen. Het gaat om de ministeries van Buitenlandse Zaken bij het Centraal Station en Sociale Zaken en Werkgelegenheid naast station Laan van Nieuw-Oost-Indië. En in de Goudvinklaan in Ypenburg worden bewoners gek van de perenbomen voor hun deur. Bewoners klagen over de drap die in de straat ligt, over beschadigde auto's en de ouderen die uitglijden. De gemeente gaat de zaak bekijken. Dit was Den Haag in 60 seconden.